Ja, hier bij Smart Vitaal vind je natuurlijk heel veel experts, informatie en tips, allemaal op het gebied van vitaliteit. En vandaag spreek ik dan ook een van onze vitalenten, namelijk Christine van Andel. Zij is echt een expert op het gebied van stress en mindset. En met haar ga ik in gesprek over hoe je nou met angst en stress juist in deze tijd goed om kunt gaan. Je zou zo kunnen zien dat eigenlijk zowel je lichaam als je brein die doen dit. Je wordt benauwder soms, je spieren spannen zich aan. Eigenlijk word je een soort van klaar voor de strijd. En met je brein gebeurt hetzelfde. Wat er gebeurt met stress met je brein is dat als je het ziet als een soort parachute, dan hè, met een normaal functionerend mens, zeg maar, in goede tijden, dan is het een soort open parachute. Hè? Dus dan lopen alle lijntjes mooi en zo. Op het moment dat er angst komt en stress, gaat het parachute dicht. En dan zie je dus ook dat je niet meer normaal kunt nadenken, dat mensen de raarste scenario's in hun hoofd bedenken die misschien helemaal niet relevant voor hun zijn. Maar dat is wat het doet. Mensen zijn echt bang om het virus te krijgen, om eraan dood te gaan. Andere mensen zijn weer bang, überhaupt gewoon voor hun gezondheid. Dus niet per se om dood te gaan, maar wel voor hun gezondheid. Anderen zijn bang om hun baan te verliezen. Weer anderen zijn bang om dat hun huis minder waard wordt. Het is heel verschillend. En ook de intensiteit, zou je kunnen zeggen, is ook verschillend. Je gedachten gewoon eens op te schrijven. Op het moment zijn misschien heel verschillende gedachten. En het kan zomaar zijn dat er eigenlijk één hele duidelijke leider is, om het zo maar te zeggen. En het helpt gewoon om dat eens voor jezelf op te schrijven, want dan heb je er al een soort afstand van. Wat een hele mooie methode is, tenminste die ik heel mooi vind, waar ik veel mee werk, is The Work. Dat is een methode van Byron Katie. Het zijn 4 korte vragen. Als je zeg maar zo'n core overtuiging te pakken hebt, of een gedachte die steeds terugkomt, dan schrijf je die op. En dan is de eerste vraag... Nou, dan kun je misschien allerlei argumenten, ja, het is waar, want zoveel mensen overlijden eraan en zoveel... Dus dan is misschien het antwoord ja, hè, voor jouw gevoel. Dan is de tweede vraag. Die wordt al een stukje lastiger. Mm-hmm. Hè, want stel je hebt de overtuiging of de angstgedachte, ik krijg het virus en ik ga dood. Ja, dat weet je niet. In 9 van de 10 gevallen moet je op die tweede vraag al nee antwoorden. Nou, dat kan al helpen, hè? Dat je denkt, ja, ik weet het eigenlijk niet 100% zeker. Kun je dus gevoelens opschrijven van, nou ja, er gebeurt dit in mijn lichaam, of ik voel stress, of ik kan niet meer slapen, of ik ben alleen maar aan het piekeren. Als je gewoon bedenkt, nou, het is gewoon niet waar. Mensen ervaren dan vaak dat ze veel meer ruimte krijgen, dat ze denken, oh, nou, het is wel een opluchting. Dus het maakt het heel helder van, oké, als ik die gedachte geloof, dan ervaar ik dit. Ja. En als ik die gedachte niet geloof, ervaar ik dit. En dat helpt al om te ervaren dat je een keuze hebt. En wat ik daar vaak nog aan toevoeg, is dat ik zeg van, kijk dan of je een helpende gedachte kunt verzinnen die jou gewoon meer helpt. Bewust ademen. Vaak is het zo dat als we stress in ons lijf hebben, dan merk je dat de adem ook hier zit. Weet je, dan gaan mensen ook, zeg maar, dus dan komt de adem niet verder dan hier. Adem gewoon eens heel goed door naar je buik en zucht echt uit. Volg hooguit 1 of 2 keer per dag het nieuws en ook van een hele serieuze zender. Weet je wel, dus ga niet op Facebook allemaal verhalen zitten lezen van mensen, want dat helpt je niet. En dat waren de tips van onze vitalent Christine van Andel. En we hopen natuurlijk heel erg dat je wat hebt aan deze tips. Maandag zijn we weer terug met een nieuwe video. Ik hoop je dan weer te zien. En voor nu wens ik je een hele fijne week. Adios!